dat je dikke buik hebt. Nou, dit is goed. Nou, Willem, daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Proppen papier onder in een bloempot. Dat heb ik geleerd van mijn grootmoeder. Dat houdt het vocht vast, zei ze altijd. Oh, ja. Nou, daarom deed mijn moeder altijd oude kranten in mijn schoenen natuurlijk. Ja, kan nou, best, ik ben ja. het einde, hoor. Kijk. Oh, maar binnen liggen nog wat kranten. Nou, dat is goed. Ga ik even... Willem, luister eens. Ja, hallo. Christiane heeft mij gevraagd haar te trouwen. Wat zeg je nou? Christiane heeft mij gevraagd haar te trouwen. Christiane, alle ja. macht, dat is een tijd geleden. Ja. Hey, laat eens zien. Nee, blijf af, zeg met je natte handen. Deze brief is nog met echte inkt geschreven. Christiane, hoe komt ze daar naar beneden op? Ja, nou ja, op sommige vrouwen schijn ik een onuitwisbare indruk te maken, hè? Ongelooflijk. Ja, je hebt het of je hebt het niet, hè? En jij hebt het. Ja, zo is dat, ja. Zeg, wat doe je nou? Nou, het lijkt me wel aardig, hè? Het lijkt je wel aardig? Ja, tuurlijk. Zo'n charmant verzoek mag je toch niet weigeren? Hé, hey! Meneer Stevens, blijf van mijn krant af, zeg. Die heb ik nog niet eens gelezen. Oh, ja, nee, sorry. Ik dacht... U moet niet denken, meneer Stevens. Dat vereist enorme inspanning en voorbereiding, weet u wel. Ja, denk je mij vooral niet kwalijk, hoor, meneer Muis. Ik sta wel even aan de vloer genageld, hoor. Hoezo? Nou. Zeg, Willem, ja. Ik ga schuim op huis aan, hoor. Want Maria zal niet weten waar ik blijf. En, alvast gefeliciteerd, hè, meneer Buis. Gefeliciteerd, waarmee? Ja, dat je Christiane gaat trouwen natuurlijk. Ach, schijt toch uit met die onzin. Hey, wacht nou eens even, Jurk. Wacht nou, wat is hier toch allemaal aan de hand? Hangi! Ja, Hangi, dat kan je toch niet maken? Hoezo? Wat? Hoezo? Mijn plom verloren voor mijn voeten gooien dat je Christiane gaat trouwen. Dat is een mismis, even kan het je trouwens schelen. Wat kan het me schelen? Ben je je verstand kwijt of zo? Hoezo? En weet Rita hiervan? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nou, dat zou ik dan maar snel gaan doen. Kom. Ze hebben er al tijd voor, hoor. Ik ben verbijsterd trouwen. Waarom ineens? Ach, schrijf toch uit. Dat heb ik al 100 keer gedaan, zeg. Zoiets verleer je toch niet? Nee, god. En dan dat... ik vind het wel leuk, hoor. Want dat moment, hè, als het jonge bruidspaar dan voor je staat... en je zegt, en geef elkaar dan nu de rechter. Oh, dat bedoel je. Je bedoelt dat je Christiane en de aanstaande in de echt gaat verbinden. Heb je het nou eindelijk door? Dat probeer ik je al 10 minuten te vertellen. Nee, maar dan is het goed. Nou, ik betwijfel of het goed is, hoor. Ja. Die jongeman is 20 jaar jonger dan zij, had haar zoon kunnen zijn. Oh, dat maakt tegenwoordig niks meer uit. Dus dat maar een geschikte kerel is, daar gaat het om. Nou, de oude Engelse adel heeft een antiek zaak in Parijs en woont in een kasteel in Loire. Moet eens even kijken, Sir John Malcolm, Earl of Sussex, zo de mieter zegt. Ja, is geen cent te makken natuurlijk. Waarom niet? Oh, ken jij iemand uit de Engelse adel met geld? Ja, koningin Elisabeth. Ja, dat is allemaal arme sloebers, zeg. Ze moeten hun kastelen openzetten voor rijke Amerikanen, anders kunnen ze het onderhoud niet. Ja, alsjeblieft, maar deze heeft een kasteel aan de Loire, hè? En een florerende kunsthandel. Ja, nou, meer hoef ik ook niet te vertellen. Waarom niet? Nou, doe maar wel, want ik begrijp er eigenlijk nog steeds niks van. Vertel eens. Ach, nou ja, ik bedoel, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Ja, maar hoe zit het zo in elkaar? Want ik begrijp er nog steeds niks van. Een oudere vrouw met een jonge losbol, schijnt dat toch uit? Dat gaat nooit goed. Let op mijn woorden. Ja, ik ken de wereld. Ja. Maar ik heb jou door. Zeg het eens. Jij bent jaloers. Willem, je hartstikke leuk. Nee hoor, ja, dat is absoluut niet waar. Zeg, maar mag ik jou nu een echt Engels oud adellijk kopje thee inschenken? Oh, please do. Shall I be mother? Oh, please. Hallo, hier is Jopie. Hey, waar is haar? Ik dacht hij is bij jou. Nee? Oh, wat gek. Als hij niet bij mij is, is hij bij jou, toch? Of bij de Bolbuisjes. Wacht, ik moet hem even bellen. Hé, ik heb een werelddeal afgesloten. Oh nee, Joppie. Doe mij plezier en maak iemand anders gelukkig met die werelddeal. Nee, joh. De dochter van Kadar die gaat trouwen. En wij mogen de catering verzorgen. Oh, dat is niet verkeerd natuurlijk. Ja. Wie gaan er trouwen? De dochter van Kadar. Dat is mijn overbuurman. Dat is een Marokkaan. Ja, en die Marokkanen gaan niet even stilletjes naar het stadhuis op een handtekening zetten. Nee, die geven een heel groot feest. En wij mogen de catering doen, joh. Nou, fantastisch. Ik ga even bellen. Ja, maar nu eerst jij, Rita. Wat kan ik voor jou doen? Henri Buis komt vanavond bij me eten. Oh, wat gezellig.
Vandaar die rozen. Ja, maar ik heb geen idee wat ik klaar moet maken. Jij kan zelf zo geweldig koken en ik heb geen zin om voor Aap te staan, hoor. Nou, en jij wilt hem eens lekker verwennen. Ja, hij is altijd zo lief en attent voor me. Nou, vertel eens. Wat gaan we eten? Nou, wat dacht jij van ravioli gevuld met krab, om mee te beginnen? Klinkt verrukkelijk. En dat is het ook. Mm. Een oud recept uit Sicilië van mijn grootmoeder. Hij was al geweest, maar hij is weg. Ja, en daarna gevulde tomaatjes. Die moet je ook eens proberen. Ik weet dat meneer Buis daar dol op is. Hé, hey, gelukkig, daar is hij. Hé, Joop, jij raadt nooit wie er gaat trouwen. Ja, de dochter van Kader. Henri Buis. Huh? Wat zeg je? Ho, hey Rita, ben jij er ook? Ja. Zo, dat is groot nieuws. Van wie hoorde je dat? Nou, van meneer Buis zelf. Wist jij dat niet dan? Nee. Wie is de gelukkige? Hé, nou, een vrouw. Ja, dat dacht ik al. Doe niet zo vaag, Harry. Vertel op. Nou, ene Christiane, weet je wel, zo lang, dun wijf. Nou, ja, geen pest om. Ik begrijp ook niet wat hij ervan vindt. Oh, Christian, joh, dat is die bloedmooie vrouw, joh. Joop, hou nou even. Met die lange haren. Joop, houd je ze heeft uit. Hele lange, vuurrode haren. En ze heeft benen beginnen onder de oksels. Oh ja? Lijkt me een beetje moeilijk lopen. En tegen mij zegt hij altijd dat hij nooit meer in het huwelijk zal treden, omdat hij het gezin niet in de steek wil laten, de vieze vuile huichelaar. Geef me een kilo van die ravioli. Nou, denk jij dat je onder deze omstandigheden... Nou en of. Okay. Geef op. Okay. Ik zal meneer eens even wat gaan vertellen. Onder een gezellig dinertje. Ja, en nou ben ik aan de beurt. Luister. De dochter van Kadar die gaat trouwen. Joop, nou even niet. En wij mogen de catering verzorgen. Joop, nou niet. Waarom nou niet? Omdat ik het zeg, Joop. Ja. Nou, het spijt mij heel erg, Rita. Ik wist natuurlijk ook niet dat jij natuurlijk... Natuurlijk kon je het niet weten. Ik wist het zelf niet eens. Nou, alsjeblieft. Nee. Die heb ik niet meer nodig. Alsjeblieft, Maria, voor jou. Omdat jij altijd zo vreselijk lief voor mij bent. Harry Stevens, je bent hopeloos. Zo, ja. Nou, hey, nou dan pak ik maar even de vaas. Ja, nou, hier. Ga zitten. Ja. Want er is werk aan de winkel. Zo, ja, de dochter van Kadar gaat trouwen. Maar wat jij nou? Dat heb je net verteld. Ja, dat weet ik wel. Nou dan. Ja, maar ik dacht dat je het niet begreep. Ja. Hij wil een geit. Een geit? Wat voor een geit? Ja, een rode. Is het nou goed? Hij wil een geit voor op de barbecue. Tja, hey, Kadar die wil een geit. Ja, natuurlijk. En die moet dan ook ritueel geslacht worden, neem ik aan. Hoe weet jij dat nou? Is hij al hier geweest? Nee, Jopie. Maar ik lees wel eens wat. Zou jij ook moeten doen? Is bijzonder leuk. Zo, no. Zeg, geitering. Dat betekent ritueel geslacht. Nee, dat betekent dat wij een levende geit op de kop moeten tikken. Ja. Natuurlijk. En nou. Iemand die hem ritueel kan slachten. Ja, nee, dat is geen probleem. Dat doe ik zelf natuurlijk. Maar jij weet toch helemaal niet hoe dat moet? Ah, natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Gewoon met een mes en dan zo'n dansie erbij, weet je wel. Kat en bak niet op. Oh, nee, Harry. Daar komt helemaal niets van in. Hé? Nee, joh, geen mens die dat merkt, toch? Je merkt toch niet of zo'n beest nou wel of niet ritueel geslacht is? Nee, natuurlijk niet. Je gooit hem gewoon op de barbecue en je maakt er zo'n ritueel sausje bij. Oh, nee, jongens. Daar komt helemaal niets van in. Ik moet de eer van mijn zaak hoog houden. En het geloof van de klant moet geëerbiedigd worden. En daarmee basta. Ja, joh. Maak je nou toch niet dik. Zo bedoel ik het toch helemaal niet. Maar ja, waar halen wij dan zo gauw een rituele slager vandaan? Uit de gouden gids? Ja. Nee. Zorgen jullie nu maar voor een levende geit. Dan zorg ik wel voor iemand die hem ritueel kan slachten. En nou mijn zaak uit. Jullie hebben genoeg ellende bezorgd vandaag. Kom op. Hey, vooruit met de geit. Ja, komisch, vooral komisch. Hup, daar weg. Ik weet het wel even nog. Ellende. Kom. Madre mia, porca miseria. Eerlijk gezegd sta ik nog een beetje in dubio, hoor. Ah, nee joh, opa, je moet het gewoon doen. Dat is echt helemaal te gek romantisch. Trouwen op een kasteel. Ja, nee. Ik weet het nog niet, hoor. Ik denk dat ik toch eerst Christiane eens even ga bellen. Zou je dat nou wel doen, Henri? Als ze jouw stem hoort, begint ze gelijk weer te twijfelen. Wat bedoel je daarmee, jongeman? Joh, maak je geen zorgen, Piet. Want Henri is toch te oud voor Christian. Die valt alleen maar op jong. Die heeft tegenwoordig een stuiter. Die is 20 jaar jonger dan zij. Ja, wrijf het er maar in, hoor, Willem. Hier heb ik het. Bruidsbloemen. Jasmin de Madagascar. Ah, dat klinkt prachtig. Dat ga ik gebruiken, hoor. Als ik het doe. Hé, hey, maar is die echt 20 jaar jonger? Ja. Dan moet het vast een onwijs lekker ding zijn. Hey, maar opa, hebben ze niet nog zo'n leuk, jong, kittig bruidsmeisje nodig, weet je wel? Hun, hun,
Een demoiselle d'honneur. Nee, er komt helemaal niks van in, Anna. 20 jaar jonger dan Christiane, dat betekent 5 jaar ouder dan jij. Ja, voor je het weet staat de oud-burgemeester wel het mooie plaatsje Veren een heel ander huwelijk in te zegenen dan waar hij gekomen is. Hé, hey, wat doen we nou? Te laat, opa. Dat maakt dus heel goed voor mijn ogen. Oh, is dat zo? Ja. Heb jij ooit een konijn gezien met een bril op? Goh, ja. Ja, het is allemaal hartstikke leuk en aardig hoor, maar voorlopig neem ik nog geen beslissing. Ik moet eerst weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik ken mijn verantwoordelijkheden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, horen jullie dat? Want met de ex-burgemeester van een mooie plaatsje Veren valt niet te spotten. Hé, hey, zeg! Ja, maar bij jou heeft het helemaal geen zin, want je hebt al een bril. Ja, nee, maar opa, doe het nou maar gewoon, joh. Hé, Christiane is heus niet op de achterhoofd gevallen. Ja. Nou, daar maak ik me nu juist zo zorgen over, hè, dat het hoofd hier erg weinig mee te maken heeft. Hey, maar hoe ziet hij eruit? Heeft ze geen foto mee gestuurd of zo? Nee. Zeg, hey, hallo, dit is voor het avondeten. Op deze manier wordt het een borrelhapje. Nou. Ik wist trouwens helemaal niet dat je zo gek op worteltjes was. Welgestelde vrouw, 40 reeds gepasseerd, verliest het hoofd. En valt op een jeugdige losbol die er een slaatje uit wil staan. Ja, geloof me, ik ken de wereld. Ja, ik ook, opa. Want volgens mij ben jij gewoon jaloers. Nou, wat zei ik? Dat zei ik toch ook al? Oh, houden jullie nou toch op met die flauwe grappen, zeg. Voor eens en van altijd. Nee, ik ben niet jaloers. Ik gebruik alleen mijn verstand. Ja. Verstandshuwelijken zijn uit de tijd. Hè? Ja, je hebt gelijk ook. Waar bemoei ik me eigenlijk mee, hè? Ik hoop alleen dat Christiane oud en wijs genoeg is om gelukkig te worden, want dat verdient ze. Nou, kijk, dat is andere taal. Ja. Hier, wortel. En nu ga ik een speech voor haar voorbereiden die ze haar hele leven lang zal herinneren. In alle rust, hè? Ja. Maar opa, probeer dan eerst eventjes te regelen dat ik dan bruidsmeisje kan worden, hè? Al is het alleen maar om de sleep te dragen. Oh, ja hoor, ja. Want als ik mij kan voorstellen wat Christiane voor bruidsjapon heeft, hè? Ja, en in het wit. In het wit? Ja. Ach, kom, ze is 40, zeg. Een beetje stijloos, hè? Ja, en dat kun jij weten, meneer de burgemeester. Ja, inderdaad. Ja, want ik heb groot gevoel voor stijl. Ah, Rita, wat gezellig, zeg. Inderdaad, heel gezellig. Ik zal het kort houden, Henri Buijs. Oh ja. Ik vind je een afschuwelijke, gemene, huichelachtige, doortrapte, smerige, opgeblazen leugenaar. Hou je mond, blijf zitten. Dat je met dat mens trouwt is tot daar en toe. Maar dat je het eerst aan Harry Stevens vertelt, zodat die het overal kan gaan rondbazuinen. Ja, ik nog van niks weet, dat vergeef ik je nooit. Maar, je nooit meer zien, huichelaar. Maar. Dus hier is jouw gezellige dinertje. Adieu. Want je moet me zo denken, de een heeft het en de ander heeft het niet. Maar jij hebt het, wat heet ze? Ravioli met krab. Maar wat is dit in vredesnaam voor vertoning? Nou, je moet even wat uitleggen, denk ik. Maar eerst moet je je opfrissen. Maar dat is lekker. Wacht nou eens even. Hey, blijf maar. Zit niet aan met de friemelman. Het stinkt naar vis. Nee, Joop, ik begin er niet weer een keer aan. We hebben nou al 3 slagers gehad. En die barsten van de sucadelapjes en van de carbonades. Maar geen geit. Trouwens, slagers mogen helemaal geen levend vlees verkopen. En we hebben ook al 2 boeren gehad en nog steeds geen geit. Nou, leuk hoor. Ik heb eens een dealtje. Loof ons het schompers om een klerengeit te zoeken. Nou, ik ga het hoor. Hey, wacht eens even. Wat nou? Zie jij wat ik zie? Wat zie je dan? Nou, ik zie een geit. Oh ja, een geit, ja. Hé, hey, een geit? Heb je hem daar, hè? Maar waar komt die nou beneden vandaan, joh? Nou, daar is de kinderboerderij. Oh. Ja? Maar die geit die staat aan deze kant van het hek. Oh. Ja. Ja, sta nou niet in mekkeren, Joop. Kom vooruit, hup met die geit. Hé, geef mij eens even je broekriem. Wat is er met mijn riem? Nou, dan kunnen we die geit om zijn nek slaan. Dan kunnen we hem goed vasthouden. Ja, zeg, dan zak die broek van mijn kont, joh. Ja. Nee, neem je eigen riem. Nee, dat ken je, want ik heb bretels. Oh. Nou, kom op met die riem. Ja. Oh. Nou, vooruit, anders is die geit weg. Nou, heel rustig. Hé, kijk nou. Ja, goed, zo. Ja. Hallo, kom jij eens even bij oma haar. Zo, kijk eens even. Oh, wat een mazzel zeg. Hé, hey, ja. Hey. Kom op. Wat doet u met die geit? Hey. Nou, dat is geen geit. Wel nee, dat is een hond. Die laten wij even uit. Dat is helemaal geen hond, dat is een geit. Nee, dat is mijn hond. Luister maar. Blaf is. Hé, blaffen. Blaf.
Nou, dat is een hele lieve hond. Maar ja, hij is een beetje ongehoorzaam. Nou, kom op, Bello. We gaan. Nou. Bello. Die zijn getikt. Hallo, hier is Harry. En Jopie. Met de geit. Ja. Hey, jongens, wegwezen met die geit, die vreet allemaal planten op. Wel, nee, Jopie houdt hem toch hartstikke goed voor. Daar heb ik niks mee te maken, wegwezen. Trouwens, wat moet je met de geit? Moet je leren vloeken? Hé, waarom vloeken? Oh, dat kan je elke boer vragen. Als je wil leren vloeken, moet je een geit nemen. Nou, ik ken al vloeken. Trouwens, maar dit beest dat moet ritueel geslacht worden. Ja, voor de bruiloft van de dochter van Kadar. Hey, hallo, dat rituele slachten gaan jullie toch hier niet in de tuin doen? Want dan gaat onze Anne jullie ritueel slachten. Nou jongens, donder op met die geit. Hé, joh, maak je niet dik. Maar we willen gewoon aan Piet vragen of hij dit beestje even wil keuren. Ja, of hij de gekke koeienziekte heeft, of bijvoorbeeld. Dit is geen koeienhoop, dit is een geit. Of hij de gekke geitenziekte heeft, bijvoorbeeld. Hey. Nou, is Piet thuis? Ja, nou, oké, ik zal wel even kijken waar die is. Ja. Oh, Harry. Meneer Buis wil nog even een woordje met jou wisselen. Nou, dat ken, want ik ben hier. Ja. Hey, zeg. Ja. Hey, Joop, waarom zou die oude Buis met mij een woordje willen wisselen? Geen idee, joh. Oh, wacht eens even, hij gaat toch trouwen? Misschien wil hij dat wij de catering doen. Oh ja, dat zou best kennen. Dat zou mooi zijn, zeg. Twee cateringen in één maand. Hé, hey, de zaken gaan goed, hè, Joop? Zo, hey. Heren, zullen we met mij spreken? Ja, kijk, wij willen graag dat deze geit even gekeurd wordt. Ja, nou, dat is een mooi weesje. Ja. Hoe komen jullie eraan? Nou, dat is een heel verhaal. Hé, Joop? Ja, we waren even bij de kinderboerderij. Nou, kijk, maar we hebben nou niet zoveel tijd natuurlijk. Hè? We vertellen dat later wel. Oh ja, het is een mooi verhaal voor lange winteravonden. Ja, precies, ja. Ja, maar ik kan het je ook zo wel vertellen, hoor. Jullie hebben die beest gejat op de kinderboerderij in het Kralingse Bos. Huh? Hé, hoe kom je daar nou bij? Ik ben toch dierenarts, weet je nog wel? Ja, maar hoe weet je dan dat wij die geit gejat hebben in de kinderboerderij? Houd je kop, Joop. Ja, omdat ik daar vaker kom. Dit is Witje. Witje? Mooi stelletje klootzakken zijn jullie, hoor. Geit jat op een kinderboerderij. Nou, dat valt me echt vies tegen. Weet nou je, zeg, jatten, kom nou toch. We hebben dat beest gewoon even geleend. Ja, na het huwelijk brengen we hem gewoon weer terug. Ja. Nou ja, nadat hij op de barbecue heeft gelegen. Nee, een andere geit natuurlijk. Kijk, daar hebben we de zeeën van tijd voor. Maar overmorgen is die bruiloft van Kadar er al. Ja, nou ja, weet je, ik zal het goed met jullie maken. Ik zal je niet aangeven als je dat beest onmiddellijk terugbrengt naar de kinderboerderij. Ja. Dan heb je hier het nummer van een boer, die wil je wel een geit verkopen. En dan zal ik hem wel voor je keuren. Gratis en voor niks. Afgesproken? Nou, zeg, ja, dat is goed als afgesproken. Nou, hier zijn we IJsselstein. Nou, ze zijn behoorlijk snel. Meneer Stevens, één enkel woord graag. Ja, dat ken. Zeg nu maar. Komt u maar even verder. Zeg, let jij even op die geit? Ja, en om mijn broek. Ja. Ik ga erbij zitten. Hey, kom hier, Bello. Kom hier. Oh, Harry, waar is die geit? Nou, Jopie, let op hem. Nee, hè? Ja. Oh, jee. Meneer Stevens. Meneer Buis. Meneer Stevens. Heeft u enig idee welk een ravage u heeft aangericht met uw onverantwoordelijk geklets? Nee. Verklaart u nader. Meneer Stevens, waarom vond u het noodzakelijk om overal rond te bazuinen dat ik van plan was om Christiane te trouwen? Nou, omdat dat zo is. Nee, meneer Stevens, dat is niet zo. Dat is wel zo. Nee, meneer Stevens, dat is niet zo. Ik heb het u zelf horen zeggen tegen Willem. Ik heb gezegd, meneer Stevens, dat Christiane mij gevraagd heeft haar te trouwen. Nou, en toen heeft u gezegd, dat zou ik best willen, of zoiets, ja. Ja, inderdaad, als ambtenaar van de burgerlijke stand, meneer Stevens. O, tering, hé. Je kunt beter zeggen dat de pleuris is uitgekomen, meneer Stevens. En waar was het noodzakelijk om dat onmiddellijk tegen Rita te vertellen? Nou, kijk, ja, dan komt zo. Ze was gewoon bij ons in de zaak. Want ze kocht ravioli met zalm. Nee! Met krap! En dat heeft ze een kilo integraal over mijn hoofd uitgestort. Nou ja, sorry, meneer Buis, dat was een misverstandje. Hoe hadden wij gedacht dit misverstandje op te lossen, meneer Stevens? Nou, u pakt de telefoon en u zegt gewoon... Oh, nee, 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 nee,
nee, zo zijn wij niet getrouwd, hè. U gaat naar Rita toe, u maakt uw excuses en u zorgt dat ze standtepede hier naartoe komt. Nou, dat is goed, dat zal ik doen. Goed. Ja, maar als ze nou niet wil... U zorgt ervoor dat ze wel wil, meneer Stevens, hebt u mij goed begrepen? Ja, meneer Buis, ik heb u heel goed begrepen, meneer Mooi, Buis. Mooi, meneer Stevens. Goed, meneer Buis. Zeg, meneer Stevens. Meneer Buis. En voortaan mondje dicht, meneer Stevens. Ik waarschuw u. Ja, meneer Buis. Goed, meneer Stevens. Ach, jongen, die beesten zijn een ramp. Die vreten alles prikkeldraad als het moet. Hé, hey, Harry, je bent er gelukkig. Je hebt het overleefd. Ja. Nou, jongens, kom op. Nou, weg met het beest, alsjeblieft. Nou, jou, kom op met dat beest. Ja, dit is mijn schuld. Nou, kijk dan. Ik moet dat beest, jongen. Het is me toch een stellen. Oh, opa. Het ziet er prachtig uit, zeg. En zo mooi. Fris als een pas geplukt viooltje. Laat ze ruiken, laat ze ruiken. Oh, ah. Lekker. En ja, geen visje meer te bekennen. Nee, ik hoop dat dat hoofdstuk is afgesloten. Ah, daar hebben we de ambtenaar van de burgerlijke stand. Toen nou, Willem. Nou, geen grappen. Nou, niet nog eens, hè. Nee, het zijn geen grappen. Je zit er zo ziek aan. Oh, ga je misschien toch eten met Rita? Nou, ik hoop wel dat het doorgaat. Ja, natuurlijk gaat het door, opa. Ja, Riet heeft namelijk iets goed te maken, hè? Ja, en dat wordt smikkelen en smullen vanavond. Ja, goed. Ja, ik doe wel even open. Oh ja, ja, geen nood, geen nood. Ik schil er zo een aardappeltje bij. Ja. Oh, Harry, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik heb me zo krankzinnig aangesteld. Belachelijk gewoon. Ik schaam me dood. Oh, nee. Dat is wat een onzin. Je hebt gewoon je gevoelens geuit. Daar hoef je toch niet voor te schamen, zeg. Nee hoor, nee. Hallo. Sorry. Met zijn welgemeende excuses. Ja, met zijn welgemeende excuses. Ja. Kijk eens, Rita, die zijn voor jou. Die had je laten staan in de winkel. Oh. Ja, dat is zo. Die had ik gekocht voor op tafel. Voor vanavond. Oh, mag ik hieruit concluderen dat het etentje vanavond toch doorgaat? Rita, wat is hierop uw antwoord? Ja! Thank you.